Catch me één keer, nooit dat ik je weer vertrouw. Je snapt het niet, dus ik leer het jou. En je bent niet aan, wat forceer je nou? Ik geef jullie blij shirt, die stering aan. Oké, strijders. Welkom bij een gloednieuwe video. We zijn vandaag weer in Lommel. Die zon is echt fijn, man. Will Steez is er ook al bij, zoals vorige week. We zijn nu in Lommel voor het SD-kamp. Laatste SD-kamp van de vakantie. Deze kamp hebben we echt de ziekste prijzen. We hebben serieus een OG District Bar. We hebben een Fusion Box Deck. Knee pads kun je winnen. Een helm met allemaal van die frietjestickers van Weer. Die ze gaan zo vol plakken. Dat is zo dik, denk ik, zo geel met zo rood. Maar die gaan je doorheen de dag nog zien. En nog allemaal andere prijzen, dat zou ik straks nog wel laten zien. We zijn dit kamp met best veel. We zijn met 27. Ja, normaal is het meestal zo 20, 22 of zo. Vorige keer waren we met 18. Dus dat scheelt wel eventjes. Maar goed, we gaan vandaag nog één lesje doen. We gaan nog tricks filmen. We gaan Game of Foodtown doen. En daarnaast gaan we ook nog sport en spel doen natuurlijk. Hopelijk hebben jullie er zin in. Abonneer op ons kanaal. En dan gaan we dadelijk de kinderen roepen als het laat zijn. Dan gaan we ze push-ups laten doen. Hey. Niet hier water hoor. Regent hier, man. Hi, fuck. Ja, we gaan het meemaken, man. Let's go. Hi, dus die boys willen de intro opnieuw doen. Dus ik heb alles wat ik net heb gezegd, is allemaal van niks. We gaan het opnieuw doen. Waar is die patta van? Hey. Waar is die brakka van? Hey. Oké, okay, intro in. 3, 2, 1. Yo, mensen. Welkom bij een nieuwe video. Oké, 3, 2, 1. Yo, mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Hey, waar zijn we vandaag? Hallo, ik ga naar het skatepark. Juist. En gaan jullie die goede tricks landen? Ja, ik zal wel even tillen. Hey. Hey, bangertjes bro. Ga maar opwarmen jullie, wij gaan even spelen. En zijn jullie een beetje klaar voor? Ja. Weer zin in? Ja. Let's go man, let's go. Boom. 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 Hey. Boom. Hey. Oh, hallo. Box. Heb je geen bril op? Nee. Waarom niet? Dat is vergeten. Oei, dat is niet handig, Frit. Nee. Wat is hier allemaal weer aan de hand? Mannen zijn nog even crypto aan het fixen. Daarom. Box. Ja, heb ik al gehad, hè? Ja. Oh, hij dacht dat ik hem liet hangen. Ja. Boom. We gaan verzamelen hier. We gaan verzamelen. We gaan hier komen bij Kevin, niet bij mij. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, allemaal 5 keer pompen. Ja, up, gaan we liggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, goed spelen gewoon. Opwarmen. Hi jongens, we gaan er weer aan beginnen vandaag. Zometeen heb ik shirt bij. Dus ik ga jullie gewoon om zijn beurt een beetje bij elkaar roepen. Ik geef het gewoon rond. Het is belangrijk dat je shirts gewoon aandoet. Het is misschien nog even fris, dus ik snap dat je wel als je een trui wilt aanhouden, dan mag je dat, dat is geen probleem natuurlijk. Ik heb ook gewoon lekker een trui aan. Het wordt normaal wel iets warmer vandaag. Jullie hebben heel veel geluk, want dit kamp zijn de beste prijzen die we ooit hebben weggegeven. Het is echt een deck, bar, knee pads, helm en ook allemaal andere. Voorreek, headset, echt superveel dingen. Goed, waarom even op om 9:30 starten weer? Dat duurt nu nog 20 minuutjes. Om zijn beurt roep ik jullie wel een beetje voor de shirts, goed? Dus kom dan maar gewoon naar mij. Ik heb al een shirt. En dan... Ja, maar je krijgt nog één, welke? Moet ik die dan aandoen? Nee. Mag ik deze gewoon aanhouden, ja? Oké, okay, iedereen heeft shirts gekregen. We gaan nu starten met de eerste les. De eerste les gaat voor mij zijn dat ik met groep B, dus de grote groep, flat ga rijden. Flat tricks ga oefenen. En daarnaast gaat Willem hier de kleintjes verder oefenen. Zodat ze echt geoptimaliseerd zijn voor de tricks voor prijzen. En ja, het ziet er wel nice uit, zo'n rood skatepark. We gaan er een mooie dag van maken. Een leuke dag maken, vooral het belangrijkste. En uiteindelijk eindigen met zieke tricks voor prijzen. Echt de crazyste prijzen. Maar dat zien jullie straks. Wie is er hier groot spelen flat? Nee. Niemand. Niemand groot spelen flat. Ik heb beetje. Oei. Ik heb beetje. Wie kan tillen flat? Ja. Ik heb. Iedereen? Nee, ik niet. Allereerste oefening jongens, ik ga jullie gewoon allemaal laten springen. Ik wil dat jullie gewoon op de allerhoogste manier springen dat jullie kunnen. Daarna gaan we tricks toevoegen en gaan we ook zeggen van hoe je het beste kunt springen. De meesten weten dit al, goed? Dus het is belangrijk vooral nu dat we echt gaan focussen op de trick zelf. Dus de kleine dingen die kunnen verbeterd worden, waardoor je de trick kan landen. Goed, maar eerst spring gewoon allemaal een keer rustig. Gewoon op de manier dat jij denkt dat het goed is, zo hoog mogelijk. Ja, let's go. Gewoon best hoog mogelijk. Oeh, nice man. Niet zo.
Dat kan nog hoger, wow. Nee, kom op, man. Ja, netjes. Wie kan mij exact uitleggen wat je moet doen om zo hoog mogelijk te springen? Ah, jammer. Kom op, maar stil, Wip. Kom op, recht blijven staan. Goed, recht blijven staan. Ah, bijna. Kom op, rijden. Vliegen. Hoppakee. Ja. Ah, iets rechter eruit rijden. Ja, dat is goed. Ja, jui. Ja, goed draaien. Ah, te vroeg. Te vroeg gedraaid. Wat je nou doet, hè? Echt waar. Oh, bijna. Goeie voet erop. Ik gooi. Oh, kort houden. Ja, juist. Iets korter houden misschien nog. Hoppa, juist. Lekker, maat. Onder jou, onder jou, onder jou. Ja, ja, dat was hem. Dat was hem. Hallo. Ga naar de sauna. In de sauna, zegt hij. Ja, 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 lekker, maat. Lekker, yes. Man. Heel goed. Goed onder jou, hè. Juist, heel dik. Lekker, maat. Ja, lekker, man. Goeie keer. Hup, jij ook. Backups. Juist, lekker man. Na de eerste les gehad, we gaan nu met iedereen gaan we Game of Footdown doen. Dus we hebben hier, ik weet niet of je het ziet, hebben we een aantal potjes neergezet. Het is echt een best wel mooi vierkantig-achtig, rechthoek-achtig vormpje neergeknald. En daar mag iedereen dadelijk starten. Je mag je voeten niet op de grond doen. Het is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Game of Footdown betekent, we starten met z'n allen op 3, 2, 1. Dan duwt iedereen één keer af, houdt hij zijn voet op de step. En als je voet op de grond komt, ja, dan ben je natuurlijk af. Goed, dus zo simpel is het. En we gaan eraan beginnen, man. Ik ben benieuwd wie de winnaar is, want we zijn met best wel veel. Kennen jullie deze man nog? Van de Wilma's hebben mij herkend puur door de crips en de bar. Dieke video, die wordt nog steeds veel bekeken. Hè? Oh, ik word zelfs herkend op school. Crazy, crazy. Kleine man staat er ook tussen. David. Alles goed? Pieter. Oké, jongens, we gaan beginnen. Oké, wie gaat er winnen? Ik. Oké, we hebben veel winnaars vandaag. 3, 2, 1, go. Als je af bent naar de zijkant, hè, jongens. 10 years. Later. Hallo, ik ben. Ja, nog één. Ja, Otis. Nice. Oké, dus we hebben een helm gefixt die ze kunnen winnen uiteindelijk. Maar die gaan ze helemaal vol plakken met deze weerstickers. Jullie zijn de leiders. Goed, nu wil ik jullie niet meer zien. Dankjewel, man. Doei. Okay. Hetzelfde merk? Nee, ik heb een ander merk. Ah, nee. Maar je hebt gewoon een dag stikker. Ah, oké. Dan weet ik het niet, hoor. Boys zijn bezig met de helm. Ja, maar er komen de hele tijd kinderen kijken. Ja, we zijn nieuwsgierig, man. Oké, jongens, we gaan een spel doen. Willem die staat erachter. En hier staan allemaal... Allemaal strijders die Willem als eerste gaan tikken. En degene die als eerste raakt, die krijgt... Mooie stickers. Maak het abonneer. Oké, zoals je ziet, je moet de juiste keuze maken. Want groot of klein, iedereen kan Willem pakken. 3, 2, 1, go! Willem, kijk uit, hè. Kijk uit, hè, jongens. Kijk uit. Hoi, Willem. Hoi, Willem. Hoi, Willem. Holy shit. Hij heeft het nog steeds volgehouden. Hij had dat nooit volgehouden. Die was wel echt lang, boy. Je had echt lang gezien. Ik lag hem echt helemaal kapot, jongen. Nee. Hij is een beetje gebobbeld, maar jongen. Oké, wie wil de stickers? Volg mij. Ik ga een nummertje zeggen. En degene die me raadt, wint 5 stickers. 5? Ja, 5 stuk. Ik heb hier stickers. Een nummertje tussen 0, ja, 0 en 30. 11. Nee. 1. Nee. 23. Nee. 25. Nee. 26. Nee. 30. Nee. 9. Nee. 5. Nee. 22. Nee. 10. Nee. 5. Nee. 5 minutes later. 60. Nee. 0 en 30, hè? 2. Ja. 19. What the fuck? Ja, hij heeft tegelijk. 19. Voor de eerste. Ja, maar joh. Oké, nog eens. Voor deze stickers tussen 20 en
40. Ja. 25. Nee. 22. Nee. 30. Nee. 32. Nee. 15. Nee. 30. Nee. 22. Nee. 39. Nee. 21. Nee. 33. Ja. Ja. Wat was het? 33. Tussen 0 en 20. Ja. 15. Ja. What the fuck, broer? Hoe kan dit? Oké, jongens. Middagpauze. Eet iets. En daarna gaan we sport en spel doen. Heb je nieuwe handvat? We zijn SD handvat. Rap deze mee dan. Kun je die rappen? Oké, ja, is goed. Het kan meezingen dan ben je echt een baseball. So we put our hands up. Die kun je meezingen, hè? Ik kan deze meezingen. Gefocust, ik ben dedicated. Altijd al op mij, niet met sletten bezig. Jij slaapt op mij, nooit in bed gebleven. Alles of niets, ja, zo denken velen. Mijn buurt is een keis, maar wie trekt het meeste? Beetje in de grond of een flat te steken. Reptiljagers kunnen je in flat te steken. Ik had troep, maar nooit met de band bezig. Hier op de street, ik lig eng bezeten. Voor die shit die ik nu bezit. En ik vroeg een mail, maar ik heb fans gekregen. Dus je snapt toch dat ik dit voor jullie spit. Touwboer, zelfs ik in jullie spit. Voor vakantie ben ik weer in jullie spit. En ik draag die negen, wie is jullie spit? En ze praten wel, maar toch doen jullie niks. Habiba, habiba. Hele cashboard, investeer in goud. En er wordt veel geshout, soms gaat dit gefout. Hoef ik laat me niet te zien, ik heb blind op jou. Flash me één keer, nooit dat ik je weer vertrouw. Je snapt het niet, dus ik leer het jou. En je bent niet aan, wat forceer je nou? Ik geef jullie blij shirt, die stering aan. Habiba, dat was hem man, dat was hem boys. Applausje! Hey! En nou heb ik keelpijn. Nee, stoppen. Sony man, ik ben verliefd op. Oké, we zijn teams aan het maken voor voetbal te spelen. Hey, kleine, kijk hem zitten daar. Kleine. Oké, er zijn twee teams. Iedereen die scoort kan ook een koekje winnen. Ik ben scheidsjury aan de zijkant. Over iedereen. Wat heb ik van dat niet Ze hebben niet eens door, bro. Wat een keeper, maat! Kijk, joh! Oh! Ja! Ja, kom maar, koekje halen! Wat kom ik hier doen? Hey, nee! Ik heb gescoord! Nee, je hebt niet gescoord, man. Maar ik heb wel. Je hebt niet gescoord? Team! Huh? Is het de team of. Nee, nee, de persoon die scoort. Ah. Ja! Lekker! 1-1! Oeh, bijna. Kus. Ja, lekker koekie. Ook een snoepje? Nee, alleen koek. Nee, hoor, goed. Ik ben wel echt laat. Step on die grip. Kleine. We zijn er? Ja. Zeker? Ja. Echt? Ja. Ja? Ja. Goed zo. Jij ook? Ja, zeker. Jij ook? Ja, zeker. Ja? Ja. Auto's ook? Ja. Jij ook? Ja. Goed zo. Jij ook, David? Wat zin in? Ja. Lekker, maat. Oké, jongens, even goed opletten. We hebben de eerste dag al tricks voor prijzen gedaan, dus jullie weten wel ongeveer hoe het werkt. Ten eerste, het is heel belangrijk om gewoon ook niet bijvoorbeeld één trick super lang te oefenen en daarna of daarvoor niks kleiners te doen wat je al goed kan. Goed, dus probeer ook gewoon rustig te beginnen, kleine trickjes te doen en echt je tricks op elkaar te stekken. Goed, dus zoveel mogelijk proberen. Ik ben ook creatief, snap je? Probeer ook dingen die je bijvoorbeeld nog niet hebt gedaan. We hebben twee groepen, de kleine groep, dus groep A. Jullie kunnen de bar winnen, nog allemaal andere dingen. De grote groep kan het deck en de helm winnen. Dus genoeg prijzen. Daar zijn er ook knee pads die je kunt winnen. De bar gaan we op het einde weggeven. Dus die wordt nog niet tijdens de tricks voor prijzen gedaan. Maar als allebei klaar zijn, dus de bar en het deck, zullen op het einde gewoon bij elkaar geroepen worden. Dan delen we die uit en dan krijgen jullie ook nog iets mee naar huis. Nee. Ja, nice. Verdiend man. Lekker. Juist, netjes. Dat was wel verdiend. Netjes. Jullie landen allemaal in de tricks aan elkaar. Lekker. Goed zo. Nice, ja, netjes. Nou, je gaat kunnen. Of een cadeaubon of een shirt. Nee, een cadeaubon. Lekker, alsjeblieft. Ja, nice. Wat is dat? Handvaten. Juist. Ah, bijna. Oh. Ja, nice. Die? Oké, alsjeblieft. Yo, waar ga je landen? Denk wel nee. Die? Oké, let's go man. Wie weet? Ja, nice. Die was nice. Oh, allee. Je hebt de snelheid. Kan dat, man. Ah, jammer. Yes, kom op.
Ja. Oh, bro. Hier, voor de moeite. Alsjeblieft. Yes, jongens. Alle preekstalen mee voor de bar. Yes, weer een pakje mee, jongens. Oeh, nice. Nice. Ja! Ah, nice. Deze hebben we al gezien. Maar je bent heel erg aan het doen. Juist, nice, let's go man. Juist. Kan je zien? Kom op. Ja. Ja, nice. Dan hoe moet het? Van kool. Eén van jou, jongen. Yo, nice. Ja? Deze moet het. Ga druk, ga druk. Nice. Ja, is hier pak grip tegen allemaal vast. Wel een klant, hè? Oké, wacht. Ja. Ja! Nice. Oké, jongens, jullie mogen nu even vrij rijden. We gaan dadelijk het dek en de bar weggeven. Hey, laat me niet hangen. Nice, man. Die is verdiend. Sowieso allemaal heel goed gedaan. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk hebben gevonden. We hebben nog 2 prijzen en daarnaast hebben we ook nog een certificaat. Plus krijgen jullie ook nog iets leuks mee naar huis. Er zijn nog 2 prijzen. Deze bar, dit is echt een super OG bar. Die is echt iets van 10 jaar geleden al of zo. En die worden nooit meer verkocht. Dat is echt wel een mooi item. Ook nog gebruiken nu. Kun je hem altijd ergens neerhangen of ja, gewoon bewaren. Ik ga dadelijk een rondje lopen. En ik ga hem geven aan iemand die goed mee heeft gewerkt, die we niet vaak hebben gehoord en die ook echt wel zijn grenzen heeft verlegd. Wow, wat. En dat is ook natuurlijk het belangrijkste hier, dat je echt telkens je grenzen verlegt. Dat je telkens een stapje verder gaat. Goed, daarna gaat Willem een rondje lopen en die gaat dek ook geven aan iemand die hem heeft verdiend. Spannend. Waar is voor? Ja. Alsjeblieft man. Dank je. Goed gedaan. Applausje. Goed gedaan. Oké, dan hebben we nog een dek jongens. Dat was best wel een moeilijk. We hadden niet echt een idee voor wie het ging geven. Maar we zijn er toch uitgekomen. En dit was wel echt verdiend. Niet veel gehoord. Goed zijn best gedaan. Gewoon meegeluisterd. Niet vervelend gedaan. En dat is verdiend man. Let's go. Ik kan het dan niet. Yes. Oké. 3, 2. 1, merci! Hi boys, done, dood. Kap is klaar, finito. Ciao tutti zeggen we dan. Ciao tutti, later. Oh, bijna mijn camera kapot.